Waarom zou je er gaan meedoen? Alleen om de stad te zien? Nee, je ziet heel veel. Het is een hele volle week. En ik denk ook een onvergetelijke week. Je komt in een groepje met mensen van je studie. Dat is heel erg tof dat je die al leert kennen. En ja, een nieuwe stad vraagt toch ook wel een beetje kennis van die stad. En wat er allemaal gebeurt met de feestjes. Maar ook overdag en de sportverenigingen. Dus er zijn heel veel dingen te doen in Leiden. En dat is heel erg tof om allemaal te zien dan al. Ries, jij bent ook ooit aan de Elsietwijk mee gaan doen, neem ik aan. Klopt. Kom jij ook uit Leiden oorspronkelijk? Nee, ik kom niet uit Leiden. Ik kom uit Rotterdam. Nou, dat is mooi, want dan wilde jij dus Leiden leren kennen. En toen deed je mee aan de Elsietwijk. Wat herinner je je daar nog van? Oh jeetje, dat is een goede vraag. Wat ik me nog goed herinner is dat ik aankwam in Leiden en dat ik eigenlijk geen idee had wat me te wachten stond en wat ik kon verwachten. En dat ik mijn groepje vond en mijn mentoren op de Lammermarkt toen. En dat ik toen begon aan eigenlijk mijn studententijd in Leiden. Het was echt het eerste moment dat ik in aanraking kwam met alles wat Leiden te bieden heeft. En dat was zo leuk dat je dacht van dit wil ik ooit gaan organiseren. Nou, toen nog niet. Maar een jaar geleden dacht ik wel, de Elsietweek is zoiets moois, zoiets groots. Dat zou ik wel willen organiseren. Ja. Emma, jij bent de voorzitter van de club. Daar gaat best wel wat tijd in zitten, denk ik. Hoe doe je dat naast je studie? Ik heb dit jaar geen studie. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk hoe het jaar eruit ziet. Je bent elke dag op het hok, noemen wij het dan, op de plexus. En je bent elke dag ermee bezig. Dus de studie staat echt een jaartje aan de kant. Maar ik hoor altijd dat je dan enorme schulden krijgt en dat dit nooit meer goed gaat komen met jou. Dat je nog tot je 50ste bezig bent met afbetalen. Is dat het allemaal wel waard? Dat is het zeker waard. Het is een onvergetelijke ervaring. Je leert ontzettend veel op persoonlijk vlak, maar ook op professioneel vlak. En je leert samenwerken. Je ziet echt bedrijven waar je normaal nooit contact mee zal hebben. Dus je leert echt extreem veel. En die studieschuld, dat valt wel mee hoor. Dat komt wel goed. Wat hebben jullie geleerd? Wat vond je nou het meest speciale waarvan je denkt, nou, dat had ik echt van tevoren nooit gedacht? Dat is een hele lastige vraag. Even denken hoor. Ik stel hem ook aan Ries, dan mogen jullie tegelijk nadenken. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Ik denk wat ik heb geleerd, het is eigenlijk nog niet echt iets concreets, maar het is eigenlijk als Elsietcommissie ben je met heel veel verschillende dingen bezig en dat maakt het zo mooi en zo leerzaam. Aan de ene kant leren we heel erg met elkaar samenwerken en inderdaad binnen zo'n groep functioneren, maar aan de andere kant hebben we ook heel veel contact naar buiten toe en leren we eigenlijk heel veel over de Leidse stad en het Leidse ondernemingsleven en bedrijfsleven en we hebben contact met goede doelen. Dus het is zo breed en zo divers dat je eigenlijk van heel veel dingen eigenlijk een kijkje in de keuken krijgt, dus dat is echt heel erg tof. Geldt dat ook voor jou? Dat zeker, ja. Ja. Wanneer is de Elsietweek dit jaar? Van 12 tot 16 augustus. 12 tot 16 augustus. En wat kunnen we allemaal voor hoogtepunten gaan verwachten? Zitten alle vaste onderdelen er weer in? De kroegentocht, de sportdag. Dus verzamelen met elkaar, met je mentor en allemaal bordjes. Elk jaar zal het verzamelen er sowieso in zitten. Ja, dat is wel handig ook om te beginnen. Dat blijft een vast onderdeel, ja. Voor de rest is het programma nog niet definitief. Dus we zijn er hard mee aan de slag geweest. En het zal binnenkort definitief worden. Maar er zullen weer hele mooie evenementen plaatsvinden. Dat sowieso. In hoeverre hebben jullie eigenlijk vrijheid om het zelf in te richten? Of heb je heel veel voorwaarden van dit moet erin en dat moet erin. En dat moet dan wel op woensdag en dit moet altijd op donderdag. Of mag je het in principe helemaal bedenken? We hebben in principe best wel veel vrijheid, maar we hebben wel heel erg te maken met heel veel verschillende bedrijven, met de hogeschool, met de universiteit. We moeten ook rekening houden met de wensen die zij hebben. Dus daar hebben we veel contact mee en zo proberen we naar een programma te zoeken die op iedereens wensen aansluit. Ja, nou mag ik het natuurlijk eigenlijk niet vragen, maar ik ga het wel aan jullie vragen. Ries, wat vind jij nou het leukst van de Elsietweek? Het leukste van de Elsietweek. Ik vind het antwoord daarop eigenlijk best makkelijk. Ik denk dat heel veel mensen misschien ook wel zien aankomen. Maar het is toch het Leids Eerstejaarsfestival. Het is het festival voor alle nieuwe studenten aan de Hogeschool en de Universiteit. Maar het is eigenlijk toegankelijk voor alle Leidse studenten. En er staan dus echt 5000 mensen staan daar te feesten, te genieten en echt de festivalsfeer te proeven. Dus daar komt iedereen heel mooi samen. En dat spreekt denk ik het Elsietgevoel wel het meest aan. En geldt dat voor jou? Ik vond denk ik het verzamelen klinkt heel raar, maar echt een magisch moment. Je komt als een onwetende student naar de beestenmarkt, was het bij mij dan. Ik had geen idee wat me te wachten stond. En al meteen twee super vrolijke, enthousiaste mentoren stonden daar. En ik had meteen al een klik met al die mensen die daar stonden. En dat vond ik wel een heel erg mooi moment van de week. Nou, hebben jullie een bijzonder Elsietweek, want er is een lustrum. Voor het hoeveelste jaar wordt het georganiseerd? Het 50ste jaar. Zo, dat is niet mis. En ik heb zo'n vermoeden dat jullie daar stil bij gaan staan. Klopt, inderdaad. Wat gaan jullie doen?
We hebben eigenlijk door het jaar heen hebben we 3 evenementen om stil te staan bij ons 50ste jaar inderdaad. En we beginnen volgende week al met het Lustrum Winter El Cid Feest, woensdag 13 februari. En daarmee hopen we eigenlijk de Leidse student te bereiken. Het is voor alle Leidse studenten. En dan hebben we eind maart hebben we een tentoonstelling. En willen we eigenlijk 50 jaar terug in het verleden gaan en daar allemaal tastbare herinneringen van ophalen. Het zal Plexus zijn. En dan hebben we in mei hebben we nog een gala eigenlijk voor alle oud-organisatoren. En iedereen die ooit bij de El Cid-organisatie betrokken is geweest. En eigenlijk is het Winter El Cid-feest is elk jaar. En dat is eigenlijk om het zomerse El Cid-gevoel ook in de winter even te laten herbeleven. En het is juist een heel mooi moment, omdat alle studenten zich kunnen inschrijven voor Mentor of Crew. Dus juist ook heel waardevol voor ons om inderdaad weer die mensen aan de El Cid te koppelen. En dat zij zich kunnen opgeven en dat het enthousiasme weer gaat leven. Nou, aan jullie enthousiasme ligt het in ieder geval niet. Emma, even administratief. Stel dat je mee wilt doen aan de El Cid. Voor wanneer moet je je opgegeven hebben en wat kost het? Je kan vanaf 1 mei opgeven en je kan je zelfs nog op de dag zelf opgeven als het begint. Maar het liefst wel daarvoor, dat is wel heel erg fijn. En het zal €80 kosten. Nou, volgens mij als je nu nog eindexamen moet doen, moet je eerst even daarop focussen. Maar daarna is het volgens mij hartstikke duidelijk wat je moet gaan doen. Nog één keer, wanneer stel je het week, kan je het vrijhouden in de agenda? Van 12 tot 16 augustus. Ries en Emma, hartelijk dank. En we gaan jullie volgen tijdens de El Cid Week. Het lijkt mij hartstikke leuk om dat helemaal bij Sleutelstad te gaan brengen. Super.